Welkom bij alweer een nieuwe productreview van DreamReef.nl. Vandaag nemen we een kijkje naar het bijvulsysteem van Aquamedic, het Refill System. Dit systeem vult automatisch osmooswater bij indien de zeewater in je aquarium verdampt is. Het mooie aan dit systeem is, is dat er ook vele veiligheden ingebouwd zijn om te voorkomen dat er iets overloopt of dat je pomp droog draait. Dit is het hart van het systeem. Hierin plug je alle kabeltjes in en hierin zit de printplaat die eigenlijk al het denkwerk doet. Deze sensor is de optische sensor die kijkt naar het waterniveau in je bak of in je sump. En aan de hand hiervan wordt er water bijgestuurd. Deze sensor is een van de veiligheidssensoren. Je plaatst hem net iets boven je uh, optische sensor die we hiervoor zagen om te zorgen dat je sump of aquarium nooit over kan lopen. En deze sensor die stop je in je uh, osmosevat of het systeem waar je gebruikt om bij te vullen. Om te zorgen dat je pomp nooit droog loopt. En dan hier een mooi klein pompje. Met deze pomp vul je dus uiteindelijk het osmosewater bij. Deze pomp wordt aangestuurd vanuit de computer. And last but not least, alle stekkertjes, draadjes en slangen die er nog bij horen. Met name de plastic beugels zijn makkelijk om alles netjes weg te werken in je sub of aquarium. Hier is het systeem volledig aangesloten op een kleine Aquamedic bak. Even om jullie een indruk te geven van het hele systeem. Op links zie je het kleine bijvulsysteempje wat ik heb gemaakt. Daarin zit links de pomp en rechts de sensor om te zorgen dat hij niet droog kan lopen. In het midden zie je de computer en rechts in de bak, wat je iets minder goed ziet, hangt de optische sensor en de veiligheidssensor voor het bijvullen van het systeem. Als ik zo de stack in het systeem zet zal je zien dat de sensor merkt dat het waterniveau te laag is en gaat die automatisch beginnen met bijvullen.